U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag begonnen we de dag nog met flink wat zon, maar in de loop van de dag zagen we de bewolking langzaam toenemen. Hoewel de zon het nog best lang vol wist te houden en het ook lange tijd droog is geweest in heel het land. Vanuit de satellietfoto kunnen we dat ook goed zien, Nederland in de witte cirkel. In de loop van de dag zien we de bewolking toenemen, vooral in het westen en zuidwesten van ons land. Waar we naar nou moeten kijken is naar het zuiden, want daar komt ons Weer de komende 24 uur vandaan. En daar ligt een dik pakket bewolking voor ons klaar. Dat trekt vanavond en vannacht, vooral vannacht en morgenochtend over ons land. En dan gaat er ook behoorlijk wat regen vallen. De computer berekent het ook, in de loop van de nacht regen over ons land. En dat hoort allemaal bij een warmtefront, wat eigenlijk zo'n beetje over onze oostgrens ligt. Een warmtefront, het warme weer blijft in Duitsland, daar is het volop lente, want een kilometer of 50 over de grens naar het oosten, wordt het gewoon 16 of 17 graden schijnt de zon. Maar bij ons is daarvan geen sprake. Wij hebben gewoon bewolking, en dus periode met buien regen. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Hier en daar een spatje regen. Het blijft over het algemeen aan de bewolkte kant. Temperaturen dalen in de nacht naar 4 graden en dan gaat het van het zuiden uit harder regenen. Uiteraard is het bewolkt en een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting. Morgen, een lange tijd bewolkt weer, met van tijd tot tijd regen, vooral in de ochtend. In de middag wordt het langzaam droger. En misschien dat we dan langs de westkust nog een klein beetje ruimte voor de zon gaan zien. Er staat een matige wind uit het noorden tot noordwesten. En de temperaturen lopen op tot een graad of acht. Dan de dagen die volgen laten steeds wisselvallig weer zien. Donderdag beginnen we met wat zonneschijn, in de loop van de dag wat regen en in de avond weer opklaringen. Vrijdag ook een wisselend beeld, net als de zaterdag. In deze dagen doen we het met temperaturen van 8 of 9 graden. In de loop van het weekende wordt het wel langzaam wat zachter. We zien de temperaturen oplopen tot duidelijk boven de 10 graden. Maar of dat een lang leven beschoren is, dat valt nog even af te wachten. Begin volgende week begint de onzekerheid in het weer tamelijk toe te nemen. Ik ben Marco Verhoef. Vanweerplaza.nl